De tijd dat Landstede basketbal met knikkende knieën naar locaties als de Maaspoort in Den Bosch en het Martini Plaza in Groningen afreisde, ligt nu al achter ons. Landstede heeft een goed team dat meedoet aan kop van de ranglijst. Zijn er dit jaar ook kansen op meer, op echte prijzen? Wij hebben hele grote ambities. Wij willen gewoon met voor de titel gaan vechten. Simpel zat. In het begin van het seizoen hebben wij hebben met elkaar besproken. Hebben we ook tegen elkaar gezegd. Gedurende het seizoen hebben andere teams wel extra spelers erbij gekregen. Maar desondanks denken wij dat wij gewoon nog met die ploegen mee kunnen gaan. En dat is zeker de bedoeling. Maar goed, als coach kijk je gewoon of je goed basketbal speelt. En daar moet rek in zitten. En daar moet groei in zitten. Dan moet je kijken of je spelers hebt die op verschillende momenten goed gaan spelen. Maar ik vind dat we een goede ploeg hebben. Ik vind dat we ook goed basketbal spelen. Dus ik denk dat het inderdaad zomaar kan. I think if we keep on playing well and playing together, I think we can end up winning, you know, the cup and the championship. As long as we stay focused and poised, I think our team has a long way to go. Yeah, definitely. I think Den Bosch, Leiden, Landstede and Groningen are all playing well. And I think any of these teams have the chance to win the championship this year. Als coach leef je toch van dag tot dag. Je leeft van week naar week. Je maakt de planning over hoe je wil gaan spelen. Je gewoon met de stappen maken en dat is het belangrijkste. Ik denk dat als je een echte basketballiefhebber bent en je speelt, dan doe je natuurlijk altijd je uiterste best. En voor de titel gaan, ja, dat spreekt voor zich. Je gaat gewoon voor je allerbest spelen. En wat eruit komt, dat komt eruit. Het lukte Zwolle nog nooit om kampioen van Nederland te worden. Niet in de periode van de Hammers en ook niet in de periode van Landstede basketbal. Hoe moeilijk is dat dan, een titel pakken in Nederland? Ja, blijkbaar moeilijk genoeg, want we zijn nog nooit geen kampioen geweest. Ja, er zitten natuurlijk hele grote teams bij. Ja, dat klopt. Maar goed, we hebben altijd gezegd, we willen stap voor stap dat doen. We willen elke keer kijken wat we goed doen en waar we ons moeten gaan verbeteren. En ik vind dat we die stap aan het maken zijn. Ja, ik heb daar niet zo heel veel ervaring mee, maar dat is natuurlijk wel een droom voor mij als kleine jongen. En daar moet je gewoon hard voor werken en we zien wel wat er gebeurt. Het gaat over je dromen, dat gaat over je ambitie, dat gaat over de volgende stap maken. En ik vind dat wanneer je beter wil worden en je bent een goede speler zijn, daar hoort gewoon spelen voor een kampioenschap bij. Dat hoort bij dat je voor de beste, dat je je wil meten met de beste. Het verschil met de vorige jaren is dat Landstede dit jaar door kon bouwen op de basis van vorig jaar. Niet heel veel nieuwe spelers inpassen, maar door met bestaande patronen en spelbepalers. Ja, met name de kern van de ploeg. In het verleden gingen onze betere spelers gingen altijd weg. En ik denk dat we ook in staat zijn geweest om een tiller voor ons te houden. Die ook de nieuwe spelers kon uitleggen hoe het werkt. En waarbij daarin ook voortouw nemen. Landstede heeft het goed voor elkaar met spelers bij elkaar kunnen houden. Vooral Nederlandse spelers. En dit seizoen hebben ze ook een Amerikaan bij kunnen houden. En ik denk dat dat wel erg belangrijk is om een hecht team te maken. En een hecht team, ja, dan kan je dus zien dat je het heel ver kan schoppen. Die Amerikaan van vorig en dit jaar is JT Tiller. Hij weet hoe belangrijk het is om bekend te zijn met het systeem. Met het patroon waarin de ploeg speelt. I think the learning experience of the team. We have a lot of returners coming back. So we have a lot of people that know the system, we know each other, and we just feel comfortable playing in these difficult situations. I think it's just the camaraderie, I think it's the teamwork, the hard work and the teamwork that we all put in to really just gel and trust each other. And I think that's really what where our success is coming from. In de wedstrijd tegen Groningen speelt Landstede een uitstekende eerste helft. Eerste kwart gewonnen, tweede kwart gewonnen. En na rust komt Groningen dan. De Groningers zetten aan. Komen zelfs langs zij bij Landstede dat tot die tijd gewoon voor staat in Martini Plaza. Maar Landstede richt zich op. Met name door deze man in het laatste kwart. Met nummer 15, Joe Burton. En Landstede pakt een voorsprong van 10 punten. En 40 seconden voor het einde van de wedstrijd staat die voorsprong er nog. En dan weet Landstede dat het goed zit. Burton naar de grond, maar de bal heeft hij in ieder geval wel. En dus komt Groningen niet in balbezit. De Groningers hebben één verliespartij meer in de competitie dan Landstede. En dus kunnen de Zwollenaar echt een tik gaan uitdelen in het Hol van de Leeuw. Ze wonnen al een keer en hier JT Tiller pakt zijn seconde. De paas in de richting van Joe Burton en die raakt de bal kwijt. Nog één keer Groningen dan. Aan de hand van Lance Jeter en Mark Sanchez. Gezocht wordt naar het schot, dat valt dan uiteindelijk niet. En als de bal in handen is van Tyson Hintz, weet Zwolle dat de kampioenskansen toch dichterbij komen. Ja,
Maar uiteindelijk gaan we het halen. Dus uiteindelijk willen we gaan kampioen gaan worden. Dus ik vind ook dat het steeds beter moet gaan. En ik vind ook dat we die stappen ook aan het maken zijn. Ik vind ook dat we er spelers voor hebben. Dus ja, je hebt gelijk.